De jaarwisseling komt weer aan. Dan hebben we eigenlijk drie dingen. Vuurwerk, oliebollen en de nieuwjaarswens. Dus ik ga even aan de bokselaar vragen wat ze ervan vinden. Of ze nieuwjaarswens hebben, of ze oliebollen eten en of ze het vuurwerk afsteken. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Ik heb drie onderwerpen. Oliebollen, vuurwerk of de nieuwjaarswens. Waar zullen we het eens over hebben? Oliebollen. Oliebollen. Want? Nou, ik heb oliebollen gehaald bij een kraam. Perfect. Heerlijk. Ik was benieuwd of jij vuurwerk af ging steken. Of gaat steken morgen? Nee, wij niet. Waarom niet? Ik wil het wel, maar van mijn ouders mag het niet. Papa? Nee, dat de buurman. Oh, sorry, de buurman. Ja. Ja. Van de buurman, u gaat wel op vuurwerk afsteken? Nee, ook niet. Ik vind het een goede zaak. Mooi. En ik ga kijken of die ernaast staat en dan haal ik er nog meer. Hij woont in zijn eentje. Oh. Dus hij mag het lekker zelf beslissen. Als ik het zou doen, zou ik het wel doen. Ja? Dat waarom? Leuk. Wat is er leuk aan vuurwerk? De lichtjes. Maar het is wel een beetje gevaarlijk ook, hè? Ja. Maar wij doen alleen knalertjes. Oké. Okay. En de buurman, niet deze buurman, maar andere buurman, die doet echt hele grote vuurwerken. Bijvoorbeeld die in de lucht schieten, zo, die ontploffen. Maar kijk maar uit dan. Ja. Er worden geen tv-sterren. Nee. Nou, dat weet je niet. Ja, we hoeven geen tv-sterren te worden. Ik wou het eens hebben over het vuurwerk. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind het wel heel mooi, maar ik vind wel dat het wel minder kan. Maar ik hou wel van vuurwerk. Hoe bedoelt u minder kan? Ja, dat ze niet nou al moeten weken of drie of maanden van tevoren beginnen te knallen. Ja. Maar s'avonds, als het dus oud en nieuw is, vind ik het wel gezellig. Dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Dus vuurwerk moet wel blijven? Ja. Ja, ik vind wel. Dat hoort. Maar nou, dat is traditie, hè? Als het nou vreselijk uit de hand loopt in Nederland met vuurwerk, waar dan? Ja, nee, dan moet het weg. Dan moet het weg. Dat is gewoon zo. Dan vind ik, ze moeten er geen potjes van liggen maken. Dat doen. Vind ik ook. Duidelijk. Juist. Daar hou ik niet van. Hou niet van? Nee. Ik heb twee hondjes en die zijn er bang van. Ja. Hier. Ja, maar dus voor u geen vuurwerk? Nee, nog geen kwartje. En jij? Kijk maar. Hij vindt het prachtig. Kijk, hij doet zijn handen over zijn ogen. Hij denkt, die ken ik niet. Het allemaal weer een beetje gewoon normaal wordt, zeg maar. Ja, dat is de goeie, toch? Ja. Ja, thuis, gezellig. Met? Mijn man. In Liemt. In Liemt? In Liemt. Altijd gezellig. Ja, ja, dat klopt. Ik woon er al 48 jaar. Zo. Al belangrijk is dat ik een bokstel gewoond heb. Dus, En gaat die vuurwerk afsteken? Nee, dat denk ik niet. Die tijd is geweest voor ons. Wel gedaan vroeger? Ja, tuurlijk. Ja? Iedereen toch? Ja. Ja, met de kinderen meer, hè? Ja. Die echt volop, maar... Moet het vuurwerk nou blijven of zegt hij van, voor mij hoeft het niet meer? Nou, ik snap dat de jeugd het leuk vindt. Ja, tuurlijk. Maar voor mij, ik ben bang van vuurwerk. Ik blijf echt binnen, hoor. Ik ben echt binnen. Ik ben echt zo bang van vuurwerk dat er iets gebeurt. Nee, maar ik snap de jeugd wel en ik snap ook dat, maar... Bij en bij. Eén ding vind ik dan altijd vervelend, dat ze zo agressief worden tegenover de hulpverlener. Even keur, dames. 3 zakken noten, 5 euro. En dan kan je pakken wat je wil. Kom, hou je hand maar open. Oh nee, dank je wel. Ja, jij. En die meneer. Hou je hand maar open. Even keuren, jongens. Alles lekker warm. Zo. Zeg het maar. Wat gaat u doen met oudjaar? Ik ga doen mijn oudjaar, een doosje oliebollen opeten met lekkere appelbillets voor oma. En een flesje wijn erbij, dus we hebben het onder controle. Vuurwerk? Vuurwerk doen we niet, nee. Vuurwerk heb ik vorig jaar gedaan. Dat meen je niet? Dat ging niet goed. Dat is een grapje. Ja, dat is geen grapje. Nee, laat eens even kijken in de camera. Mensen? Vorig jaar vuurwerk afgestoken, mijn vader zei dat doen we niet meer. Nee. Men mag nou weer vuurwerk afsteken, maar stel dat het nou uit de hand loopt. Moet dan gewoon afgeschaft worden? Van mij mag het afgeschaft worden. Ja, sommige mensen doen ook wel te gek. Ik vind het mag bij en bij en dan is het prima. Maar niet met grote dingen die zo knallen, dat mensen gewoon schrik van krijgen. Daar vind ik nergens op slaan. Oké, dan als laatste. Hebben jullie nog een mooie nieuwjaarswens voor de mensen thuis? Ja, dat iedereen lekker gezond blijft. Hoe is dat? Dat is het voornaamste wat er is. En hoe ouder dat je wordt, hoe meer dat je dat beseft. Mensen lekker gezond blijven en genieten. Tuurlijk, ja. Zeker. Hoi. Hoi. En, ga je nog vuurwerk afsteken? Ja. Waarom? Omdat ik dat eigenlijk wel leuk vind. Wat is er nou leuk aan vuurwerk? Ik vind het mooi. Wat is er zo mooi aan? Gewoon het sier, de knal, het aanstoken. Jij? Nee, ik niet. Helemaal niet.
Nee, ja. Nee. Dan zijn het toch nog verstandige. Ja, ja, maar misschien steek jij wel heel verstandig jouw vuurwerk aan. Ja, dat wel. Met een aansteken normaal, toch? Ja, ja. Nee, dat toch is... dat doen ze met zo'n lang ding of zo. U gaat een lekker visje kopen. Ja, wij gaan een lekker visje kopen, ja. Als het een beetje mee zit wel, ja. En morgenavond de oliebollen? Nee. Nee. Dat is... Wat dan? Dat doe ik niet meer. Lekker toastjes met lekker dingetjes. Ook lekker. Ook lekker. En gezond? En gezond, zo is dat. Hartstikke duur, man, vuurwerk. Ja, dat wel. Hoeveel heb je nou gekocht? 700 euro. 700 euro? Ja. Alleen voor jou? Ja. En ik ga de lucht in knallen. Dan ga ik de lucht in knallen, ja. Jongen. Ik vind het veel geld. Ja, dat klopt. Maar het is wel leuk. Dat je dan in één keer van die knallen hoort en zo. En dat het dan ook gelijk een nieuwe jaar is. En mag je dan ook opblijven tot 12 uur? Zelfs nog langer. Dat meen je niet. Wel. En doet je papa het veilig afsteken? Denk het wel, hè? Nou, veel plezier. Ik kom er lekker even bij zitten. Mag dat? Is het lekker? Ja. Hoor. Hou jullie ook van oliebollen? Ja. Wanneer ga je die eten? Morgen? Morgen, ja. Morgen gaan we eten. Gaan we feesten. Wat ga je nou weer doen? Feesten? Ja, bij vrienden. Ja. Ja. Waar houdt in feesten? Café de Postillon. Ja. Zien we je op de tafel dansen dan? Nou, dat weet ik niet. Ja. Hoe gezellig is. Heb je nog een mooie nieuwjaarswens voor de mensen? Ja. Gezond. Gezond. En vrede. Ja. Gezond en vrede is het belangrijkste. Hè? Ja. Nou, ik zal je niet langer storen. Eet ze. Ja, dankjewel. Nee, dankjewel. Dag hoor. Wij gaan naar Limburg, naar Thorn, het witte stadje. En waarom? Ja, gewoon lekker een aantal dagen weg. Met de kids? Ja, die mogen ook mee. Ja. Vind je dat leuk? Ja. Wat ga je daar doen? Zwemmen? Ja. Leuk. En ook, gaan jullie ook vuurwerk afsteken? Nee. Dit afsteken. Wat is dat? Het is een vuurwerkvrij park. Dus. Helemaal goed. Ik ben voor, ja. Ik ben er wel voor, ja. Toch? U gaat toch geen vuurwerk afsteken? Nee, zeker. Nee, helemaal geen vuurwerk. Een beetje zwemmen. Een keer skiën in Landgraaf. Ja. Ik kwam net een jonge gast tegen. Die gaat voor 700 euro had die vuurwerk gekocht. Oké. Okay. Nou, die is bij ons niet gelukt, nee. Best veel, toch? Ja. Ja, zijn keuze. Ja. Nou, dat is bij zijn taal. Ja. We gaan met vrienden. Lekker samen een spelletje doen, drinken en een hapje. Wat voor spelletje? Ik denk dat we gaan tokken. Dat ken ik niet. Dat is een andere variant van kezen. Mensen zeggen niet, kezen en tokken is erger. En wie bent er altijd? Nou, toevallig heb ik gisteren 3 keer verloren, dus dat is dan weer jammer. En nog oliebollen eten? Nee, vind ik niet lekker. Vuurwerk afsteken? Nee, ook niet. Heeft u dan misschien nog een nieuwjaarswens voor de mensen thuis? Gezond blijven. Het belangrijkste wat er is. En een beetje druk? Het is vandaag niet zo heel druk als normaal, maar we mogen niet klagen. Er zijn er veel op vakantie, dus... Maar ik kan me voorstellen dat mensen wel een lekker worstje kopen voor het oudjaar. Ja. Je kunt niet het oudjaar in zonder een lekker worstje erbij. Ja. En oliebollen? Oliebollen heb ik niet, maar die haal ik zelf wel ergens anders. Kijk, ze lacht. Dat moeten we hebben. Lachende mensen. Wat gaan jullie met de jaarwisseling doen? Wat ga jij met de jaarwisseling doen? Ja, met gewoon gezin vieren eigenlijk. Niet geen vuurwerk afsteken, maar lekker oliebollen eten. Kijk, nou, ze heeft gelijk al mijn vragen beantwoord. Ja, dat wil ik vragen. En jij? Ja, met vrienden. Vrienden en familie. Ja. Alcoholisch versnaperingetje erbij? Ja, die kans is groot. Die kans is heel groot. Heb je nog een leuke nieuwjaarswens voor de mensen thuis? Gewoon maak er een feestje van en alvast een heel fijn en gezond en gelukkig 2023. Nee, ja, dat doe ik eigenlijk nooit. Nee, vind ik niet zo leuk. En wat vind je ervan dat er wel vuurwerk afgestoken mag worden nu? Ja, vind ik prima. Vind ik goed. Iedereen mag het zelf weten. Maar als het nou uit de hand loopt dit jaar, wat dan? Ja, dat is een goede vraag. Hopen dat het niet gebeurt, toch? Ja. Maar ja, weet ik niet. Nee, ik denk dat het niet gebeurt, maar we zullen wel zien. Ik hoop het niet. Kei mooi. Ja? Ja. Wat is dan een mooi vuurwerk? Ja, waar niet, hè. Een beetje knallen, een beetje ja, van alles, hè. Wel veilig? Zeker. Vuurwerkbril op, aansteek lont. Alles veilig. En wat heb je nou uitgegeven aan... 1000 euro. God.
Jouw vriend 700 en jij 1000. Nee, dat is klein, ik heb niks gehaald. Ik ga morgen pas, dus. Oké, maar wat wordt dan het bedrag? Ja, dat zie ik wel. Het ligt eraan als we een beetje mooi spul hebben, hè, dan... 100 euro's? Nee, dat niet, denk ik. Oké. Okay. Ik denk van wel, namelijk. Nee, denk ik. Nee, dat stond van het geld, hè. Dat wil ik ook. Ja, een paar potjes is wel mooi, maar... Goed gedaan. Oké, veel plezier. Ja, prettig jaarwisseling. Ja, hetzelfde. Oude. Is dat allemaal vuurwerk? Ja. Zo. Dat is mooi. Heb jij verstand voor vuurwerk? Ja, wel een beetje. Wat, hoe heet die dingen nou? Ja, dat weet ik ook allemaal niet, maar het is ja, je gaat er toch verstand van? Ja, ja, klopt. We zijn de vuurwerkers alleen aansteeklonten vergeten. Oh, ja. Aansteeklonten. Kijk. Aansteeklonten. Zeg maar, hoeveel je dat doet? Nummer 2. Dat is voor de veiligheid, of niet? Dat is voor de veiligheid. Veiligheid voor alles. Dat wil ik ook. Of niet? Dat is ook fijn. Ja, toch? Kan je veel afsteken? Ja. Ja? Ja. Wees veel? Weet ik niet. Ik heb één thuis. 3 potten, kleintjes. We hebben net een pot gehaald en we hebben een soort van... Pot met goud hebben we gehaald. Pot ja. Met goud. Maar veel plezier in uitkijken, zeg ik. Yo, doei. Hey, doei. Van de jaarwisseling. Ja, jullie ook. Hoi, hoi. Mag weer, het vuurwerk. Ja, we zijn helemaal blij. Iedereen is weer blij. Het mag weer. Ja. Het is ook wel te merken. Het is extreem druk dit jaar. Ja. Dus zoveel vuurwerk besteld al in de voorverkoop. En ja, nou hebben we dan de losse verkoop. Ja, dat loopt echt als een tierenlier. Dus. Ja, we zagen net echt dozen naar binnen. Ja, echt. Het is zoveel mensen die wat besteld hebben. Dus moet iedereen toch voorzien van hun CV-werk. Dus met jullie gaat het goed? Ja, gaat echt heel goed. Ja. Nou, maak er een mooie jaarwisseling van. Ja, gaan we doen. Ja, dankjewel. Gaat zeker lukken. Knallen. Ja. Hij vindt vooral knallen leuk, hè? En u? Ja, we doen een beetje. Vind ik leuk. Dan lekker voor de jongens buiten om lekker wat af te steken. Maar we houden het een beetje normaal. Ja. Ja. Nou, veel plezier. Dankjewel. En uitkijken. Ja. Hoeveel geef je nou uit aan vuurwerk? Nou, dat hou ik me liever voor mezelf. Kan het ook niet in mijn oor zeggen? Dan zou ik niet... Nee. Is dat meer dan 100 euro? Ja, ik zeg het niet. Wat denk jij? Ja, meer dan 100 sowieso. Oké. Okay. Ja, en dan knallen met die hap. Vooral knallen of ook sierenwerk? Knallen en sieren. Ja, knallen en sieren. Van alles waar. En als je nou zegt, stel dat het nou helemaal een beetje slecht afloopt in Nederland. Een hoop gezeur en gezeik en ja. Politie. En stel als ze het gaan verbieden, wat dan? Ja, dan is het gewoon jammer. Het is wel jammer, heel jammer. Maar dan ga je er wel aan houden? Ja. Ja, proberen wel. Kan wel, hè. Moet wel. Ja. Dat is gewoon mooi. Ik snap niet, zonder vuurwerk is het geen oud nieuw eigenlijk. En wat doen we die? Een nepgebit. Ja? Waar is dat voor? Het is gewoon een ludiek cadeautje voor een vriend van ons. Aha. Heeft niks met oudjaar te maken. Als we nou gezamenlijk op de markt zouden afsteken, echt super mooi vuurwerk van duizenden euro's, is dat dan niet mooier dan een klein pijltje? Ja. Ja, maar ja, het wordt afgepakt bij de grens. Nee, maar ik bedoel, soms zie je wel eens in gemeentes dat de gemeente iets organiseert, dan een heel groot vuurwerk op de markt doet. Ja, dat is wel leuk. Is dat niet mooier dan allemaal een pijltje van een tientje? Ja, dat is wel mooier. Nou, zijn we eruit? Ja. Lekker thuis blijven. Met wat mensen en gezellig. Oliebollen? Oliebollen? Nee, daar hou ik niet zo van. Vuurwerk? Ook niet. Nee. Wat dat betreft zijn we wel saaie mensen. Nou, dat geloof ik. Als we hebben wel andere lekkere dingen om te eten. Ja, en, u ziet er helemaal niet saai uit. Oh, nou, dankjewel. Mooie hoed. Dank je voor het complimentje. Ja, compliment. Ja, doen ons best, hè, ja. om er mooi uit te zien. Ja. En dan gaat u een spelletje spelen misschien? Nou, ik denk dat we een serie gaan kijken. Aha. Welke serie wordt het? Nou, we zijn nu bezig met Sissy. De nieuwe versie, dus die vinden we wel heel erg mooi. Oké, okay. En dan is dat 3 of 4 afleveringen achter elkaar? Nee, dat niet. We zijn van de week al begonnen. Lekker oliebolletje eten, meneer? Ik wel. Ja, ik lust er wel wat. Ja? Ik wel. Zijn die vanmorgen of gaan ze zo meteen al de mond in? Meteen gaan ze eraan. Maar ik moet altijd even thuis zijn. Een paar minuten fietsen. Nou, ze zijn nog warm nou, hè? Ja, echt warm. Opschieten dan, denk ik. Hey, het beste mee, nou, jullie. U ook het beste. Hoe gaan de zaken? Ja, gewoon goed. Ja? Ik heb geen tijd. Om... Nee, ga maar door. Zeg hem ook. Kom maar door. Zeg hem maar. 7 oliebollen. Ja. 7 appelbeignets. En dan wil ik nog 2 kinderbollen apart ingevoerd.
7 oliebollen, 7 appeljes en 2 rozijnen. Zo. Doen we. Dat is de moeite. Ja, er zijn er vanmorgen al 500 weggegaan. Ja, oliebol met Nutella. Met Nutella? Ja. Vinden jullie lekker? Ja. Wat is er zo lekker aan? Jij niet? Wat neem jij dan? Gewoon, hè? Gewoon oliebol. Wel met poedersuiker erop. En zo. Gaan jullie misschien ook nog vuurwerk afsteken? Nou, nee. Nee, wij niet. Zo niet. Ja, ja. Is dat niet, mama? Dat is een kleintje dan. Nee, dat is een kleintje. Ja, een sterretje. Nee. Wel. Een groot vuurwerk. En heeft u nog voor de mensen thuis een mooie wens, nieuwjaarswens? Ja, veel geluk. En ik hoop volgend jaar beter is dan dit jaar. Ja. Dankjewel. Ik wens jullie allemaal een fijne jaarwisseling. Ja, dankjewel. Ja. En lekkere oliebollen. Lekker oliebollen eten, ja. Heeft uw hond last van het vuurwerk? Ja. En wat moet ik dan aan denken? Bang. Kruipt tegen ons aan. Hij is wel groot, maar het is eigenlijk een grote janker. Ja. Dat is wel een beetje zielig dan. Ja, het is wel even wennen, ja. Vandaar dat ik ze mee naar buiten neem om proberen hem te laten winnen. Ja, nou succes ermee. Oké, dankjewel. Fijne dag, hè. Dames, mag ik jullie iets vragen? Ja. Wat gaan jullie met de jaarwisseling doen? Chillen met vrienden. Ja. Chillen? Ja. Is dat chillen? Ja, ja, gewoon. Ga je met gewoon bij elkaar zitten en dan gewoon kletsen en gewoon vuurwerk afsteken of zo. Oliebollen eten? Ja. Nee. Vuurwerk afsteken? Ja. Ja? Ja. Wat moet ik dan aan denken? Groot vuurwerk, fonteinen. Ja? Dat soort dingen. Zo. Vind je leuk? Hm? Vind je dat leuk? Ja. Wat is er zo leuk aan? De harde knallen en de kleuren. En Maya is best wel duur, toch? Nee, het ligt eraan wat je haalt. Dat is ook zo. En wie het betaalt? Ja. En wie betaalt het? Ik heb het vuurwerk dit jaar niet gehaald. Aha. Kijk, ik kom ook bij je. Ja, we hebben ook nog niks gehaald, dus we gaan wel iets halen, maar niet te gek. Wat gaat u doen? Ook chillen bij vrienden. Leuk? Ja. Een kleine alcoholische versnapering erbij? Ja, dat valt meestal nog wel mee. Je moet naar huis rijden, hè. Dus dan... Ja, dat is waar. Ja, nee. Nou, keurig. Ja. Dan wens jullie hartstikke veel plezier en een prettige jaarwisseling. Oké, hetzelfde, hè. Doei. Genieten van het leven. Is veel te kort. Om er niet van te genieten. Ja. Ja. En ik ben een keer bij jou geweest, had je een boek geschreven. Ja. Ben je al met snus bezig? Ja, dat vragen meer mensen, maar dat is nog niet gelukt. Oh. Nee, sorry. Nou, geen inspiratie? Hartstikke veel inspiratie, maar een beetje volle agenda. Oké. Okay. Nou, misschien volgend jaar. Wie weet. Nou, veel plezier. Kan goed voornemen zijn. Vuurwerk. Ja. Is genoeg? Ja. Zeker. Dat is wel genoeg, ja. Ja? Ja, zeker. Was het nou zo leuk om erachter te steken? Ja, een beetje knallen, hè. Is het niet een beetje zonde van het geld? Nou wel, maar het hoort erbij, vind ik. Nou, veel plezier en uitkijken. Jullie ook. Houden we. Vuurwerk, ja. Vuurwerk. Even deze aan die regeringen. Oké. Daar is de bol, alsjeblieft. Fijn uiteindelijk. Vuurwerk. Heel veel vuurwerk. Ja, vuurwerk is het woord. Ja, ik kan altijd. Kom niet. Ja, vuurwerk. Ja, vuurwerk. Vuurwerk, ja. Vuurwerk? Ja, vuurwerk. Wij hebben deze... Ik weet niet hoe dat ik moet zeggen. Vuurwerk!